Ole Tobias, dit was een wedstrijd met een achtbaan van emoties. Ja, niet zozeer emoties, maar wel een paar grijze haren erbij. Met name de eindfase. En dan had ik natuurlijk wel anders gezien. Maar nu ben ik wel heel blij met die 3 punten. Ja. Laten we even bij het begin beginnen. Binnen 10 minuten stond het 0-3. Dat is een betere start, kan je je niet wensen? Nee, absoluut niet. Fantastisch hoe we beginnen aan de wedstrijd. Hoeveel dreiging dat we hadden. Er zat tempo in ons spel, in onze loopacties. We kwamen in duel. En het leek alsof na de 3-0 namen we geen initiatief meer. Dan gingen we 1 of 2 versnellingen langzamer rennen eigenlijk. En onze oplossingen aan de bal waren ook niet goed. En na de 3-1, ik weet niet of het angst was of dat is altijd moeilijk om te zeggen, vind ik. Maar in de tweede helft kom je ook bijna niet aan de voetballen. Je creëert wel 2 grote kansen. Ja, die ene scoor je wel, maar dan maakt Thomas een overtreding op de keeper. Daarna krijgt hij nog een grote kans. Ja, dan maak je de 4e niet en dan krijg je ook geen rust voor jezelf. Zelf in de eerste helft kan de meeste 4e maken alleen met de keeper. Maar wat we met name in de tweede helft hebben laten zien, dat is gewoon niet goed genoeg, nee. Gelukkig kregen zij lange tijd ook weinig kansen in die tweede helft. Maar in die slotfase werd het nog even heel spannend. Nee, klopt. Daarvoor moet je zelfs de 4e maken. Maar ja, dat weet je. Als het 2-3 blijft, dan gelooft de tegenstander erin. En dan zie je ook keeper mee naar voren. En met alle geluk komen we hier goed weg. En pakken we 3 punten in plaats van 1 punt. Maar goed, ik heb net de andere uitslagen gezien van onze concurrenten. En die allemaal punten laten liggen. Dus dat is wel heel mooi. En dat maakt deze overwinning nog mooier. Tel je hem al toen die schendelaar in de laatste minuut uithaalde en die bal op de paal belandde? Ja, ik dacht van ja, dat zal dan niet waar zijn dat de keeper ook nog de gelijkmaker gaat maken. Maar ja, het is gebeurd. En we moeten gewoon heel blij zijn dat we 3 punten hebben gepakt. En nu ligt de focus gewoon op VVV aankomende woensdag. Ja. Ja, tot slot, je zegt het zelf al, de concurrentie morst ook punten. Dus ik denk dat de conclusie ook kan zijn, het was misschien dan na die 0-3 niet met je beste wedstrijd, maar je wint hem wel weer. Ja, klopt. Ook voor mij het eerste met Almere om hier te winnen. Dat is heel mooi. Maar goed, het moet beter en dat weten we ook. Maar uiteindelijk pak je 3 punten en dat is het allerbelangrijkste. Op naar VVV. Dat zeker, ja. Dankjewel.